Onze visie is dat je als universiteit een opdracht hebt om je kennis te delen met zoveel mogelijk mensen in de wereld. Ook trouwens om een hele goede universiteit te zijn, moet je zo open mogelijk zijn. Dat geloven wij. De TU Delft stimuleert het delen van open leermateriaal op twee manieren. En je hebt aan de ene kant dat onze docenten hun materiaal delen met de wereld. Dat doen wij door ze gewoon heel goed te ondersteunen. Ze te helpen met metadateren, allerlei technische ondersteuning, maar ook juridische ondersteuning, over copyrights dan bijvoorbeeld. En de andere kant is, hoe kunnen zij zelf materiaal van anderen gebruiken? Dat is nog wel eens een uitdaging, dat zie je eigenlijk overal, ook bij ons. En je ziet dat docenten dat doen als het ze tijd scheelt of als er heel kwalitatief heel goed materiaal is, elders. Voor het formeel delen van leermaterialen, met doelgroepen die niet op de TU Delft aanwezig zijn, hebben wij infrastructuur beschikbaar zoals de OpenCourseWare website. Maar het is ook zo ontwikkeld dat het door middel van open standaarden samen kan werken met repositories op andere plekken. Zodat ons materiaal ook gevonden wordt op andere plekken in de wereld. Het informeel delen van leermaterialen ondersteunen we ook. Al onze docenten werken met onze leeromgeving. Daarin plaatsen zij materialen die zij beschikbaar stellen aan hun studenten. En om het informeel delen van leermaterialen, met name onder docenten onderling, te bevorderen, zijn we aan het kijken naar functionaliteiten binnen de leeromgeving, die bijvoorbeeld repositories op kleinere schaal binnen de instelling kunnen ondersteunen. Dus je moet je denken aan een groep wiskundedocenten die graag materiaal met elkaar binnen de instelling uitwisselen. Zo zijn er nog een aantal van dat soort communities die we willen ondersteunen. Of je nu op een hogeschool kijkt of op een universiteit, docenten hebben het razend druk. Je moet gewoon heel goed ondersteunen.